Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut NII. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, werkzaamheden busterminaal Onderboom vorderen. Directeur Lank over productie en ontwikkeling in SAIL, officiële launch, webportaal. Hoe belangrijk is de Nationaal Woningbouwfonds en de Nationaal Garantiefonds huisvesting voor Suriname en effectieve bescherming voor alle kinderen in Suriname? In verband met de herdenking van de Dag van de Arbeid op woensdag 1 mei geeft de minister van het Ministerie van de Arbeid, Suwarto Mustaja, aan dat de overheid zich gecommitteerd heeft aan een nationaal plan ter bestrijding van kinderarbeid. Het plan spitst zich toe op een brede en integrale aanpak van oorzaken die kunnen leiden tot kinderarbeid. De brede aanpak dient te zorgen voor effectieve bescherming van alle kinderen die in Suriname wonen, inclusief kinderen van vreemdelingen in ons land. Het gaat in deze niet slechts om kinderen te verwijderen uit de klauwen van kinderarbeid, maar het accent bij de uitvoering van dit programma zal vooral worden gelegd op de preventie en tegelijkertijd op de begeleiding van kinderen die slachtoffer zijn geweest van kinderarbeid. De output van dit plan zal uiteindelijk zijn dat slachtoffers weer in de gelegenheid worden gesteld om naar school te gaan en te genieten van een kwaliteitsvolle vrijheidsbeleving als kind. Om dit doel te bereiken worden meerdere ministeries betrokken bij de aanpak van kinderarbeid. Bereids is dit plan goedgekeurd door de Raad van Ministers. In verband met de EU-CELAC-meeting, welke gehouden zal worden in Suriname op 20 en 21 juni 2019, is er een webportaal gebouwd. De webportaal is bestemd voor een vlot verloop van de registratie en voor het delen van informatie in het verlengde van deze meeting. Op dinsdag 30 mei heeft de officiële lancering plaatsgevonden van de webportaal. Vanwege de verschillende raakvlakken met het welzijn van de mens, de staat en haar bevolking, verdient veiligheid een multidimensionale aanpak. Bedreigingen en uitdagingen zijn divers en hebben verschillende raakvlakken. Ze verdienen dus ook een integrale aanpak. Het gaat dus onder meer om de bescherming van de veiligheid van onze gezondheid, onze natuurlijke hulpbronnen, water, energie, het milieu en ook zo de economie. Wat hebben wij ook gezien? Dat nationale ontwikkeling niet kan bestaan zonder dat de nationale veiligheid is gewaarborgd. En dat is de taak die de directeur Nationale Veiligheid continu uitvoert. Met alle actoren in Suriname zorg dragen dat de veiligheid is gegarandeerd en dat zij zorg dragen voor de ontwikkeling van Suriname. Deze ontwikkelingsgedachte heeft ons ook geleid in de voorbereidingsfase en zal ook de rode draad zijn tijdens de EU-CELAC Coordination and Cooperation Mechanism on Drugs meeting in juni. Suriname heeft de ambitie om binnen dit mechanisme de stem te zijn die zich sterk maakt voor de integrale aanpak van drugs. Terwijl wij werken aan de indamming van illegale drugs en de criminaliteit daarvan, sturen wij aan tot een shift waarbij de focus gelegd moet worden op de mogelijkheid tot verbouwen, produceren en exporteren van medicinale drugsoorten. Wij gaan voor een positieve benadering van de regio, ons land, in de bestrijding van drugs, maar ook voor een positieve benadering van drugs, dat de medicinale kant ervan niet moet worden overzien. In the name of the European Union, I wish to congratulate Suriname on the role it has taken as the co-chair of the EU-CELAC Cooperation and Coordination Mechanism on Drugs. This is the only time a Caribbean country took this role in 20 years.
We are looking forward for the high-level meeting of the mechanism in Paramaribo in June 2019, in together with annual COPOLAD conference in Paramaribo. The European Union is indeed committed to the success of Suriname's fight against organized crime and drugs. It welcomes Suriname's participation in regional drugs project COPOLAD and is open to include Suriname in other projects such as the CCOP on port security. Since 2009, under the instrument contributing to stability and peace, the European Union has committed more than 50 million euros over 40 countries along the so-called cocaine route through its flagship cocaine route program in efforts to fight both organized crime and drugs trafficking. The cocaine route program was the first of its kind to think strategically about the flow of drugs along the cocaine route stretching from South America across the Caribbean and Africa to Europe. Under the cocaine route program, the concept was operationalized to provide support, technical advice, capacity buildings, and encourage coordination between countries situated along the route. The cocaine route program is now concentrating on its core trans-regional activities, such as AIRCOP, CCOP, and CrimeJust. In particular, the new project CrimeJust allows the cocaine route program to move beyond interdiction activities to supporting the disruption of criminal organizations and networks. I am sure the meeting in June towards a sustainable approach that will link health, police, justice, and international cooperation will be very helpful to strengthen the links between countries of production, countries of transit, and countries of consumption against the traffic that poisons our population. De lancering van het webportaal vandaag. Waarom is het van belang? Naar die meeting toe, welke gehouden zal worden in juni van het jaar, zijn er eens uitnodigingen uitgegaan, de deur uitgegaan. In Grenada zijn we zo proactief geweest om de mensen een Save the Day request aan te bieden. En ze zijn er allemaal vol van. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat door die lancering van het webportaal een betere registratie kan plaatsvinden. De logistieke zaken, ja, die kunnen beter worden afgehandeld. En het gaat om de bekendheid geven aan de te houden meeting. En voor Suriname is het ook van eminent belang dat men door het webportaal kan werken aan een stukje herpositionering. Aan het rebranden van het nationaal beleid op het drugsgebied binnen de EU-CELAC. Als een van de belangrijkste actoren bij dit mechanisme zal hij zich nu officieel aanmelden. In de Nationale Assemblée zijn de ontwerpwetten Nationaal Woningbouwfonds en Nationaal Garantiefonds Huisvesting als initiatiefwet ingediend. De wetten hebben als doel het makkelijker en goedkoper financieren van huisvesting voor het volk. DNA-lid Roselli Cotino vertelt u het volgende hierover. Deze twee wetten zijn eigenlijk heel belangrijk voor de samenleving, omdat we met
woningbouwfonds voor willen zorgen dat er een fonds wordt gecreëerd voor groepen in de samenleving die normaliter niet in aanmerking komen voor een sociale woningbouwfinanciering vanwege het feit dat ze misschien een redelijk inkomen hebben, maar toch niet dat de commerciële hypotheek ze eigenlijk een beetje wat duurder uitkomt. De garantiefonds is meer in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat die groep in de samenleving die wel een inkomen heeft, maar geen vast inkomen heeft, dat voor die mensen een garantie in het leven wordt geroepen, dat de overheid garant staat middels het garantiefonds om ervoor te zorgen dat zij toch wel in aanmerking kunnen komen voor een sociale hypotheek. Met name een 7% lening. Natuurlijk is het in het voordeel van de burger. Je hebt geen vast inkomen, je hebt wel een inkomen, maar je hebt geen vast inkomen per maand. En dan is het de bedoeling dat je een aanvraag doet bij de bank en de bank gaat dan een aanvraag doen bij het garantiefonds, zodat er garant kan worden gestaan voor zo'n burger die in aanmerking wenst te komen voor een garantie, voor een hypotheek. Er is een eerste inleg. Er komt een eerste inleg voor het garantiefonds van 5 miljoen SRD. Voor het woningbouwfonds is het 20 miljoen SRD. En het werkt zo in de praktijk dat je naar de bank stapt om je hypotheek aan te vragen. De bank op zijn beurt doet een aanvraag bij het garantiefonds voor persoon X die daarvoor in aanmerking moet komen. Is er een goedkeuring vanuit de garantiefonds? Want het garantiefonds heeft natuurlijk ook een bestuur, heeft een raad en heeft een commissie toewijzing, onderzoek en toewijzing. En als de commissie positief heeft beslist daarover, dan komt er een positieve goedkeuring over de aanvraag uitrollen en komt de persoon in aanmerking voor garantie van het garantiefonds. Beste kijkers, de productie en de ontwikkelingen van ons seafoodbedrijf Seal die zijn in volle gang. Het Nationaal Informatie Instituut heeft een gesprek met de directeur Paul Lang die ons alles vertelt over dit bedrijf. Komt u met ons mee? Directeur, hoe zit het met de productie van Seal? Op dit moment hebben we elkaar altijd beter, maar we hoeven daar zeker niet over te klagen. Seal kennen we als een gecertificeerd bedrijf. Hoe zit het met onze export? Onze exporten lopen. Ik ben heel blij dat u die vraag heeft gesteld. Omdat het heel belangrijk is als je wil exporteren, dat je over de nodige documenten beschikt om te kunnen exporteren. En u noemde dat, maar misschien kan ik het specifieker aangeven. We praten over die MSC-certificering, FDA-approved, dat is voor Amerika, en EU-approved, dat is voor de Europese Unie, Europa. Dat is heel belangrijk, dat stelt ons in staat om nog mee te kunnen op dat niveau. Naar welke landen exporteren wij voornamelijk? Zoals ik eerder heb aangegeven, we zijn in principe in staat om overal naartoe te exporteren. Op dit moment, als we kijken, Caribisch gebied is het meer Jamaica, Trinidad, Amerika, dan denken we aan Miami. En EU, dan zit je natuurlijk Frankrijk en Nederland. We zitten bijna in de vijfde maand van het jaar. Welke ontwikkelingen heeft Seal voor 2019? Zijn we niet ontevreden. Nogmaals, we hebben te maken met een natuurlijk product. Dus het komt inderdaad voor dat door het warme weer of te veel regen dat de vangsten tegenvallen. Zoals op dit moment waren de vangsten veel minder. Maar we zijn aan de andere kant toch een gezegend land dat ondanks het soms heel moeilijk zit, dat je toch nog vangsten hebt. Daar heb ik het met name over de Seabob-operatie, dat zijn de kleine garnalen. Dat gaat. Maar het kan natuurlijk beter, maar omdat de vangsten dus nu een beetje zijn teruggevallen.
Belangrijk voor Shell is een kade waar de boten binnen moeten komen. Hoe zit het daarmee? Inderdaad, op dit moment is onze kade, hebben we de meeste problemen mee. En problemen in de zin van voor onze operatie. Is op dit moment nog steeds onze grootste uitdaging. We hebben met ondersteuning van het ministerie van Financiën, namelijk de minister, hebben we wat ondersteuning gekregen om in elk geval onze operatie beter te laten lopen. Dus we zijn in de pre-fase om inderdaad het probleem dat we al jaren hebben, dit is iets van meer dan 5 jaar, structureel te helpen oplossen. De werkzaamheden bij de bouw van de busterminal te Onderboom vorderen gestaag. Met deze ontwikkeling is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie een stap dichter bij de ordening van de transportsector. U hoort onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken Satish Mohan van dit ministerie. Onderboom heeft nu een totaal ander gezicht. Hè? Er zijn werkzaamheden hier. Kunt u ons beter uitleggen waarover? Ja, dus we zijn eigenlijk al een heel tijdje bezig hoor. En we werken nu aan de afronding. Maar het gaat erom om deze 3 blokken, dat is tussen de Fred Derbystraat tot de Zwarthoevenbrugstraat in te richten. Voor specifiek voor bussen, waarbij eindhaltes en tussenhaltes van bussen hier zijn. En dan in de eindsituatie gaat het geordend zijn dat men weet in welke blok welke buslijn aanwezig is, zodat men makkelijker de bus kan bereiken. We bevinden ons onder de eerste van 3 overkappingen die hier moeten komen te Onderboom. Zoals je ziet is dit bijna af, maar er moet toch nog wat werk hieraan gebeuren. Zoals, als je naar boven kijkt, moet het plafond nog afgerond worden. Verlichting moet nog aangebracht worden. En aan de zijkant komt er een speciale bekleding, waardoor inwaaien tegen regen wordt beperkt. En als laatste moet het geheel nog geschilderd worden. En dan is dit geheel af. En de bedoeling is als dit af is en in gebruik is, dat het in gebruik genomen kan worden dat de bussen van, het blok Waldijkstraat tot de Fred Derbystraat naar hier worden gebracht. En dat daar de overkapping ook gebouwd wordt zoals het hier is. In het andere blok, dat geloof ik Hofstraat tot de Zwarthoevenbrugstraat, wordt nu het staalconstructie opgezet. En daarna volgt ook het dak en dezelfde constructie als dit wordt het uiteindelijk. Het doel van dit project is uiteindelijk om ordening van de bussector in Suriname te hebben. En waarbij Onderboom dan gaat dienen als een van de eerste pilots waar je goede en overdekte busstopplaatsen hebt. En de overkapping zorgt dat wanneer mensen wachten op de bus, dat je dan niet in wind en weer hoeft te staan. Er zijn ook voorzieningen voor kiosken, waarbij mensen wat kunnen kopen. Die zijn daar aan dat gedeelte. Ze zijn al afgerond en bij de oplevering van het project worden die ook dan in gebruik genomen. Zo te zien, dan is de stagnatie toch onder controle? Ja, we hebben ook heel veel overleg met de aannemer gehad om dit snel af te ronden, want hij dupeert eigenlijk de bevolking nu. En het is geen goed gezicht dat iets dat bijna af is, nog niet afgerond is, zodat men het niet kan gebruiken. Dus op dit moment zijn we bezig en men wordt onder druk gezet om dit gedeelte af te ronden. Dat was het dan weer voor wat betreft deze aflevering van Focus. Namens het NII wens ik u een bezinningsvolle en fijne Hurricane Day toe. Dag.